Wij werken in seizoenen. We hebben een hoog seizoen, we hebben een laag seizoen en de werkdruk is daar gewoon echt anders in. Dus we zien gewoon dat tijdens het hoogseizoen zijn we gewoon veel aan het communiceren. En hebben we gewoon een veel hogere werkdruk, waarbij we dus ook externe support nodig hebben. En dat kan zijn inderdaad op copywriting, maar bijvoorbeeld ook op het aanmaken van campagnes of het analyseren van resultaten. En dat het heel prettig is om in de seizoensgebondenheid ja, die pieken op te kunnen vangen, maar dat je geen overcapaciteit hebt in het laagseizoen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered bij Hello Maas en Frank Watching. Hallo, vandaag gaan we over mobiliteit praten en startups. En we hebben de Head of Global, of de Global Head of Marketing, laat ik het wel even goed zeggen, Gijs Hoornhout van Felix vandaag in de studio. Gijs, van harte welkom. Dankjewel. Ben je vandaag op de scooter gekomen of het weer zat niet echt mee, hè? Helaas niet, dus ik ben thuis. Ah, oké, okay, helemaal goed. Nou, gelukkig ben je lekker droog en kunnen we mooi de diepte in vandaag. Ja, ik ben even heel benieuwd, Gijs. Laten we even kort starten met jouw achtergrond, want je bent een hele ondernemende marketeer. Ja. Hè, al meer dan 10 jaar ervaring, overal op strategisch vlak, maar ook veel bij startups. En je bent zelf ook co-founder van 3 online bedrijven. Dus vertel eens eventjes, wat drijft jou? Ja, ondernemerschap. Ik vind het mooi om iets te creëren. Ik heb ook in mijn carrière verschillende fases van een bedrijf meegemaakt. Echt in de eerste 10, bij 300 man, bij 1000 man. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Dus dat is altijd heel leuk om te zien. Inderdaad ook in verschillende industrieën zelf iets opgericht. In fintech, ook in frisdranken, in consultancy. En daar overal superleuk om te werken, naar een uitdaging toe, een probleem proberen op te lossen. En zo dicht mogelijk bij de klant komen. Ja, super. Helemaal goed. Hey, en wanneer ben je bij Felix gestart? Afgelopen jaar. Dus dat is iets minder dan een jaar geleden. Het is al echt een mooie rollercoaster geweest met lancering van nieuwe steden, uitrollen van bestaande steden. Een superleuk team. Dus echt mooi om te zien hoe dat in zo'n korte tijd al ontzettend vooruit is gegaan en zich heeft ontwikkeld. Ja, top. Want hoe lang bestond Felix toen jij instapte vorig jaar? We hebben niet zo lang geleden ons 5 jaar jubileum gevierd. Ah, oké. Okay. Helemaal goed. Ja, dus, en je hebt echt als eerste zeg maar Head of Marketing de organisatie neergezet, vooral op global niveau, of was er al een bepaald fundament aanwezig? Er was wel een bepaald fundament aanwezig en daar heb ik op doorgebouwd. Oké, okay, super, super. Hey, en al 10 jaar in tech en start-up land, nou, zoals je al zei, never a dull moment. Nee. Dus vertel eens over welke verandering heeft jou het meest geïnspireerd, of misschien al een aantal veranderingen? Ja. Nou, ik denk de ontwikkeling die mij het meest heeft geïnspireerd is eigenlijk de drempel om te groeien, maar ook om een bedrijf op te richten. Vroeger was het ontzettend moeilijk om een website te bouwen. Mijn eerste website was denk ik in 2011 of zoiets. En dan moet je inderdaad zelf met HTML coderen, redelijk moeilijk om iets op te zetten. Een bankrekening was niet mogelijk, iDeal betalingen waren ook ontzettend lastig om te implementeren. En nu kan je zien dat met de huidige tools, de huidige mogelijkheden, is het opzetten van een BV makkelijk. Hoeft niet meer startkapitaal neer te leggen. En verschillende tools die maken het mogelijk om zelf een website in elkaar te zetten zonder dat je daar echt codeerskills voor nodig hebt. Maar ook bijvoorbeeld het bouwen van een campagne, het maken van advertenties, het vinden van de juiste klanten, het analyseren van gedrag. Daar zie je echt dat het allemaal makkelijker is geworden. En de drempel is verlaagd, zodat ook meer mensen toegang krijgen tot het oprichten van een bedrijf. En dus ook het ondernemerschap echt een stukje makkelijker wordt om zowel nationaal als internationaal te groeien. Ja, nee, helemaal eens. Hey, en als je dan naar de andere kant kijkt, hè, de drempel is misschien nog nooit zo laag geweest, maar het blijft toch moeilijk. Heb je zelf ook in die 10 jaar dingen meegemaakt waarvan je denkt, nou, dat zijn wel echt goede learnings of wellicht een fuck-up, maar iets waarvan je denkt, nou, dat is ook wel interessant om te delen. Want aan de buitenkant ziet natuurlijk start-up land er altijd heel fantastisch uit. Ja. Maar aan de binnenkant is het toch vaak echt wel blood, sweat and tears. Ja, dus vertel eens even, welke heb jij meegemaakt? Ik denk dat marktvalidatie is daar heel erg belangrijk in. Echt onderzoeken van, er zijn nog geen bedrijven in deze space. Hoe komt dit? Is er inderdaad markt voor? Is er een reden dat het er nog niet is? En echt diep induiken in een klantbehoefte, in het product, alles leren begrijpen. En kijken of daadwerkelijk ook een product market fit is. Zo heb ik ook een aantal concepten gehad waarbij ik dacht dat er dan toch vraag was. En dan uiteindelijk bleek dat het toch minder was dan verwacht na het opzetten en het testen van een eerste campagne. We toch zagen dat de acquisitiekosten veel hoger was dan de marge die we konden behalen.
En dat er simpelweg ja, eigenlijk niet een vraag was voor ons product. En we ook niet de ruimte hadden en de financiële mogelijkheden om die vraag zelf te creëren. Dus dat is denk ik echt een learning die mee is gekomen. En ook het maken van contractuele afspraken. Lange tijd geleden ben ik een van de eerste importeurs geweest van Club Maat in Nederland. En in mijn enthousiasme langs heel veel clubs, festivals, broodjeszaken. Maar nooit dingen op papier gezet. En dan merk je bijvoorbeeld als grotere leveranciers instappen en andere prijzen kunnen hanteren. Dat er bijvoorbeeld geen exclusiviteit wordt gesproken of minimale orderwaarde. Waardoor dan toch een beetje in de problemen komt. En dat kan voorkomen worden door gewoon goede afspraken te maken, dingen op papier te zetten, marktonderzoek te doen en zeker te weten dat er vraag is naar je product. Ja, helder. Nou, dank voor het delen van die tips. Ja, vaak is de devil's in de detail. Hè? En als je dat niet goed doordenkt in al je enthousiasme, dan kan het soms wel eens de nekslag zijn, helaas. Ja, zeker. Helemaal eens. Hey, en waarom heten jullie eigenlijk Felix? Ja, dat is ook een mooi verhaal. Dat is eigenlijk de koker van de twee oprichters, Quinten en Maarten. Die wilden een sterke merknaam. Het moet kort zijn, catchy, ook internationaal bruikbaar. En verder moet het ook persoonlijk zijn met een diepere betekenis. En Felix is uiteindelijk afgeleid van Felix in het Latijn, wat geluk betekent. Dus dat is waar de merknaam vandaan komt. Ja, oké, helemaal helder. Hey, vandaag gaan we even wat dieper in, niet alleen op jouw carrière, maar ook de rol van marketing binnen Felix. Ja, kun je iets vertellen over de rol van marketing in de brede zin? Hè? Is marketing onderdeel van het directieteam? Wie zijn je sparringspartners? En wat is het strategisch belang van marketing? Want het kan natuurlijk heel veel betekenen bij heel veel organisaties. We zijn heel benieuwd wat het bij Felix is. Ja, eigenlijk is het marketingteam onderverdeeld in subteams. We beginnen bij CRM. Dus echt het behouden van de klantrelatie, communicatie met de huidige klantbase. Een stukje brand, dus echt het opzetten van het merk, social media, design, dat soort zaken. En een stukje performance marketing, dus dat is echt het binnenhalen en behouden van nieuwe klanten. Dus dat is een beetje de indeling van de organisatie. Maar daaronder zijn ook natuurlijk weer losse specialismes. Denk aan social media, maar ook bijvoorbeeld monetization. Waar we bijvoorbeeld echt gaan kijken naar onze prijzenstrategie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze klanten de juiste prijs krijgen en daar aangetrokken zijn. Maar ook bijvoorbeeld ownership, verschillend per deel van de funnel. Dus we hebben iemand die echt verantwoordelijk is voor de bovenkant van de funnel. Zorgen dat mensen voor het eerste keer op een scooter stappen, een rit gaan maken en het aandurven. Maar ook mensen die juist richten op retentie, dus zorgen dat mensen blijven rijden, genoeg redenen hebben om op de scooter te stappen. En ook zien we bijvoorbeeld dat het naast een ritje in het weekend ook bijvoorbeeld naar werk of naar een specifieke gebeurtenis echt op de scooter gestapt kan worden. En die interactie is eigenlijk ook met heel veel andere afdelingen. Zo werken we nou samen met product om te kijken of we nieuwe productfeatures kunnen introduceren en waarbij dan de stem van de klant zijn en ook kunnen bijdragen aan hoe die feature dan moet worden vormgegeven. Maar ook bijvoorbeeld het datateam, die voor ons mooie dashboards maakt en ook een data warehouse onderhoudt, waarmee wij zoveel mogelijk klantinzichten eigenlijk weer kunnen gebruiken om weer mee te nemen naar marketingcampagnes en dergelijke. Ook bijvoorbeeld samenwerking met launch, operatie, dat soort afdelingen. Om er echt voor te zorgen dat wij zoveel mogelijk bijdragen aan de groei van Felix. Dat is ontzettend leuk om met al die verschillende afdelingen samen te werken. En dat is ook iets wat ik van nature heel leuk vindt en ondernemerschap vindt om heel breed betrokken te zijn. Wat denk ik ook de charme is van marketing, dat het alles een beetje aanraakt op verschillende punten. Ja, helder, helder. Hey, dat mobiliteit is natuurlijk best een competitieve markt, hè, met steeds meer spelers. Hoe onderscheidt Felix zich ten opzichte van de concurrentie? Ja, dat is ook een goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk een combinatie van factoren is, niet per se één silver bullet. Mensen moeten ons kennen van merknaam, moeten een positieve associatie met het merk Felix hebben. Maar er moet ook gewoon simpelweg een scooter in de buurt staan. Dus dat is ook een mooie taak die bij onze operatie ligt. Om ervoor te zorgen dat de scooters goed onderhouden zijn, in de buurt zijn, opgeladen zijn. Daar rijden we allemaal busjes rond op groene stroom om de batterijen te wisselen. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Dus ze moeten er staan, mensen moeten ons kennen en dan moeten ze ook bewust zijn waar ze ons van kunnen gebruiken. Dus ook een stukje content marketing komt daar naar voren kijken. Echt wel mooi om te zien. En we proberen ook gedrag te belonen. Bijvoorbeeld hebben wij incentive areas recentelijk gelanceerd om ervoor te zorgen dat mensen eigenlijk gratis minuten krijgen als ze een bepaald punt in de stad parkeren, waardoor dus die beschikbaarheid omhoog gaat. Maar ook bijvoorbeeld scooters die te lang stilstaan, krijgen een korting. En we bieden ook pakketten aan voor mensen die veel rijden. Zodat ze ook goedkoper kunnen rijden. Ik denk dus eigenlijk die combinatie van merkbekendheid, het aantrekken van nieuwe klanten via online kanalen, gecombineerd met beschikbaarheid, juiste prijs, et cetera.
dat zorgt dat wij de markt gaan winnen. Ja, helder. En hebben jullie ook plannen om zo ook met andere producten zeg maar te komen dan een scooter? Dus bijvoorbeeld stepjes, wat je wel eens in andere steden ziet. Of gewoon ook auto's, wat je natuurlijk ook in Nederland nu al ziet met andere merken. Of blijven jullie echt op de scooter? In de korte termijn gaan we zeker voorlang op de scooter zitten. We zien gewoon dat daar echt een mooie combinatie is met betrekking tot duurzaamheid, actieradius, maar ook bijvoorbeeld met twee personen op de scooter gezeten kan worden. Dus dat is echt een mooie oplossing waar we ons nu echt op willen concentreren. We kijken natuurlijk wel naar samenwerking met andere mobiliteitsvormen. Bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of met andere partijen die deze mobiliteitsvormen aanbieden. Om daarmee samen te werken. Maar zelf willen we ons echt richten op de scooter. En dat zo groot mogelijk maken binnen Europa. Ja, super, super. Nou ja, marketing voor startups. Hè. Er zijn ontzettend veel opportunities. Ontzettend veel verschillende aanpakken. Hoe ga je daarmee om? Hè? Laatst is weer het MarTech map weer gepubliceerd. Hè, met meer dan 10.000 MarTech tools. Ja. Er zijn ook meer dan 50 kanalen. Die veranderen ook continu. Ja, hoe maak jij de keuzes om bepaalde dingen wel en niet te doen? Ja, dat is zeker een uitdaging. Er zijn ontzettend veel tools en zelf gebruiken we er ook aardig wat. Inderdaad ook veel kanalen. Ik denk dat goed onderzoek aan de toolkant erg belangrijk is. Dus echt per behoefte kijken, wat willen we nou echt eruit halen? Wat zijn de inzichten die we ook daadwerkelijk kunnen gebruiken? Ik denk dat er namelijk ook heel veel tools zijn die leuke en mooie inzichten bieden. Visuals, heatmaps, et cetera. Maar als je daar geen concrete acties aan verbindt, dan is het toch een beetje zonde van toegevoegde waarde. En dus echt goed onderzoek doen, welke tools zijn er, wat kunnen ze bijdragen, wat voor informatie ontbreekt er momenteel in de organisatie waar we beslissingen op willen nemen. En dan echt gaan kijken welke tool past het beste voor ons. En ook als een tool bijvoorbeeld een tijd niet gebruikt wordt, of je echt merkt, oké, we denken dat er een betere versie van is, durven over te stappen, durven te cancelen en te zorgen dat de toolstack eigenlijk altijd op niveau blijft. Qua kanalen is het denk ik vooral testen. Dus beginnen met een kleinere test, verschillende variaties, verschillende advertenties, verschillende opzetten. Valideren of er inderdaad een match is met de doelgroep. Kijken of dat ook goed past bij de klant. Bijvoorbeeld ook of het past bij het moment waar de klant in zit. Als de klant natuurlijk op Google zoekt en actief op zoek is naar een mobiliteitsoptie, is dat natuurlijk heel anders dan dat iemand geïnspireerd wil worden terwijl iemand op Instagram scrollt. Dus daar is het vooral echt zoeken naar de juiste match, het juiste kanaal. En kunnen we die klantbehoefte aanspreken op het moment dat het ook echt logisch is voor de klant. En dan gewoon testen, kijken waar het werkt en aanpassen waar nodig. Hoe bouw jij een top marketing team? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten? Met HelloMaas is er nu een nieuwe manier om een topmarketingteam te organiseren. Ontdek het Flexteam. Alleen betrouwbare freelancers met duidelijk resultaat voor een transparante prijs. En alleen wanneer jij dat nodig hebt. Maak je marketingteam agile, slim en haal specialistische kennis van buiten naar binnen. Nu met meer dan 75 marketing skills on demand. Van grote verzekeraars tot snelgroeiende start-ups, topbedrijven werken al met het Flexteam van HelloMaas. Ga naar hellomaas.com/flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. En ik neem aan dat je voor het grote deel allemaal op mobiele kanalen zit en mobile apps en app download, dat soort tactieken. Ja. En hoe ga je om dan met alle veranderingen recent en natuurlijk ook het hele cookie tracking, wat natuurlijk steeds lastiger wordt? Zeker. Ja, dat is inderdaad een uitdaging. Ik denk dat we in de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling zien aan de kant van privacy. Ik denk dat GDPR ook onze ogen geopend heeft en dat er eigenlijk in iedere omvang van bedrijven wel sterke verandering is geweest met betrekking tot privacy, het in kaart brengen van informatiestromen, het beperken van informatieverzameling en ook echt het in kaart brengen van hoe die data wordt opgeslagen en daar compliant mee zijn, hoe dat ook verwijderd weer wordt. Dus dat is denk ik een hele positieve trend die ook zichzelf doortrekt. Aan de andere kant zie je ook dat er dus steeds minder getracked kan worden, zeker bijvoorbeeld na iOS 14. Aan Apples kant en aan Googles kant zie je dat er steeds meer ingeperkt wordt. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Waardoor je dus wel ziet dat bijvoorbeeld het rendement van bepaalde kanalen, waarbij er veel data nodig was om de juiste mensen te identificeren,
Bijvoorbeeld Facebook is daar een goed voorbeeld van. Daar zie je dat de effectiviteit van dat soort kanalen toch wel daalt. En daar gaan niet alleen corporates, maar ook wel het MKB en zeker bijvoorbeeld direct-to-consumer bedrijven gaan daar wel echt de effecten van merken. En de kosten gaan dan toch oplopen voor het acquireren van nieuwe klanten. Wat denk ik vooral voor hele kleine bedrijven echt een uitdaging kan worden. Ja, zeker, zeker. Ja, ja, helemaal helder. Kun je iets delen over jullie KPI's? Is het top of funnel, lower funnel? Wat voor methodieken gebruik je? Waar stuur je op? Zeker. Nou, waar we dagelijks naar kijken is eigenlijk het hele funnel. Dus hoeveel acquireren we, hoeveel activeren we, hoeveel behouden we in de retentiekant. Maar ook een belangrijk onderdeel voor ons is winback. Dat is eigenlijk een mooi concreet voorbeeld. Waar we kijken bijvoorbeeld na de winter om mensen weer op de scooter te krijgen als het weer lente gaat worden. Dus echt de hele funnel wordt per segment bekeken en ook gekoppeld aan een seizoen. Wanneer het bijvoorbeeld het meest logisch is om mensen weer te kunnen activeren. Je kan natuurlijk voorstellen dat mensen het prettig vinden om op de scooter te stappen als het mooi weer is, als het droog is, als het warm is, als er weer veel activiteiten te doen zijn binnen de stad. Dus dat is ontzettend leuk om, om daarmee bezig te zijn en echt proberen het klantgedrag te kunnen analyseren met verschillende tools. Dat is ook ontzettend interessant. Daarnaast kijken we ook naar commerciële metrics. Dus bijvoorbeeld hoeveel omzet doen wij per scooter per dag? Hoe groot is onze actieve base die daadwerkelijk aan het rijden is? Welk percentage ervan betaalt ervoor? Omdat we natuurlijk ook gratis minuten weggeven om de drempel zo laag mogelijk te maken voor nieuwe klanten. Zodoende proberen wij zo goed mogelijk te begrijpen wat drijft de klant en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze voor de eerste keer op een scooter stappen, blijven rijden of na een periode van inactiviteit weer actief kunnen worden. Ja, helder. Ja, we hebben als marketers natuurlijk prachtige datasets om onze aannames te valideren. Ja. Maar soms heb je natuurlijk ook gewoon aannames en een gut feeling. Heb je wel eens een paar keer gehad dat je bepaalde aannames had of hypotheses waarop je bent gaan sturen en dat uiteindelijk de data iets heel anders liet zien? Enorm vaak eigenlijk. Ik denk dat het vooral met AB-testen is. Bijvoorbeeld van websites, van landingspagina's, van advertenties. Ja, dan merk je toch dat je zelf onbewust toch een sterke smaak hebt opgebouwd waar je zelf op triggert. Het is wel ontzettend vaak voorgekomen dat ik zelf een sterke voorkeur had voor een versie. Omdat die mooi was, simplistisch was bijvoorbeeld. Dat je er veel tijd aan besteed hebt. En dan toch de lelijkere of minder aantrekkelijke versie dan uit de data. En dan zie je echt dat het gewoon puur eigen smaak is en niet de smaak van de klantdoelgroep. Dus dat is echt wel mooi. En dan zie je ook de waarde die een AB-test toe kan voegen en je eigen bias weg kan nemen om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk op data stuurt en niet op je eigen mening. Ja, helder, helder. Ja, ik ging van de week ook weer met mijn team door alle banners heen. En er waren echt een aantal die dacht ik, oh, die zijn lelijk. En die kopie is chagrijnig. En ik denk, waarom zou iemand daarop klikken? Maar het scoorde gewoon echt through the roof. Ja. Dat blijft me verbazen na al die jaren. En heb je ook, ik gebruik scooters of Felix ook graag in Amsterdam. Ja. Maar ik ben ook even benieuwd naar de doelgroep. Wie zit daar nou voornamelijk op die scooters? En zitten daar misschien ook nog wel verrassingen in? Want ik zie echt heel uiteenlopende groepen mensen op de scooter. Maar ik ben even benieuwd van wie, wat is eigenlijk je core audience? Ja, nou ja, dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat het in het begin vooral studenten waren. Jongere mensen die early adopters zijn om iets nieuws uit te proberen. Zeker omdat er een nieuwe technologie is waarbij je een smartphone nodig hebt, een rijbewijs nodig hebt. Dus het was vooral de jongere doelgroep, maar dat is eigenlijk nu meer geaccepteerd door eigenlijk een hele brede range aan mensen. Dus we zien ook dat er veel mensen voor werk rijden. Dus we hebben ook echt segmenten geïdentificeerd op basis van de data en het rijgedrag. Dus mensen die vooral rijden als het mooi weer is. Mensen die in het weekend op avontuur gaan, mensen die heen en weer naar een universiteit rijden of juist naar werk rijden. En mensen die ook gewoon diehard rijden, maakt niet uit of het sneeuwt, regent of hagelt of stormt. En eigenlijk zijn die leeftijdscategorieën redelijk breed. Dus we zien ook echt dat er veel mensen zijn die een stuk ouder zijn, die ook gewoon gebruik maken van ons product. Zolang ze eigenlijk maar een rijbewijs hebben en in de buurt zijn van een van onze scooters. Wordt er eigenlijk wel gebruik van gemaakt. Dus dat is eigenlijk wel leuk om te zien. Toen ik erbij kwam, dacht ik ook dat het wat jonger zou zijn. Maar het is echt de hele doorsnede van de samenleving die gebruik maakt van onze mobiliteitsoplossing. Ja, top. En jullie zitten voornamelijk in steden, hè? Ja, ja. Ja, en zijn er dan nog bepaalde steden waar de Felix-dichtheid, om het maar even zo te zeggen, het allerhoogste is? Is dat Amsterdam of zijn het toch misschien andere steden? Ja, dat verschilt eigenlijk per stad. Dat is eigenlijk een combinatie van factoren. Dus eigenlijk hoeveel vraag is er in een bepaalde stad, maar ook de gemeente speelt erin een rol. De ene gemeente heeft strenge eisen, de andere gemeente heeft iets minder strenge eisen.
om daarmee de balans in de stad te behouden, dat er aan de vraag voldoen kan worden, maar dat er ook zo min mogelijk overlast is en dat er genoeg scooters zijn, maar niet te veel. Dus daar zien we dat we echt bijvoorbeeld een mooie denkingsgraad hebben in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in wat kleinere steden, waar we gewoon minder scooters nodig hebben om uiteindelijk de behoefte te voorzien. We kijken eigenlijk naar het oppervlakte van een stad, oppervlakte van onze service area. En ervoor te zorgen dat er een aantal scooter per vierkante kilometer zijn, waarmee we alle mensen kunnen bedienen. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien dat dat gedrag ook heel erg anders is per stad. Dus bijvoorbeeld hebben we ook steden in Nederland die in de buurt zitten van het strand. Bijvoorbeeld Haarlem, waar mensen tijdens de zomer echt naar de Bloemendaal rijden. En daar parkeren en het eind van de dag weer terugrijden. Wat heel ander gedrag is natuurlijk dan in de grote steden, waar het vooral doelgericht is om naar het centrum te rijden of naar werk te rijden. Ja, helemaal helder. Je had het net al even over die seizoensgevoeligheid. Hè? En ik kan me echt zo voorstellen dat qua capaciteit van de scooters wel wat vereist. Hè? Ik kan me voorstellen dat inderdaad, als het een ideale dag is, dan is er maximaal vraag. Maar we wonen in Nederland, waar is het natuurlijk niet altijd ideaal weer. Ja. Hoe ga je dan met die excess capacity om op het moment dat je dan gewoon geen goede dagen zeg maar, hebt voor scooterrijden? Ja. Nou, dat kun je eigenlijk aan de operationele kant inderdaad iets waar we veel op letten. Dus bijvoorbeeld kunnen we echt kijken van hoeveel scooters zijn er nodig. Maar ook hoe vaak moeten de accu's worden opgeladen en verwisseld. En daar zien we inderdaad wel echt een groot verschil tussen een zomerpiek en gedurende de winter. Dus we hebben eigenlijk een flexibele schil aan de operationele kant, waar we zien van tijdens het hoogseizoen hebben we een stukje externe support waar wij op kunnen leunen. Die ervoor zorgen dat het aantal scooters gewoon op niveau is. En dat alle accu's goed en vaak genoeg vervangen worden. En om eigenlijk die zomerpiek op te vangen. En tijdens de winter is dat weer iets minder. Dus zo sturen we een beetje aan op behoeften. Daar hebben we ook bepaalde dashboards voor die eigenlijk inschatten hoeveel vraag er gaat zijn. Op basis van historische gegevens, maar ook op basis van een weerscore. En zo proberen we eigenlijk vooruit te kijken wat we verwachten aan vraag. Echt op dagelijkse basis. Wat we ongeveer nodig hebben aan battery swaps, aan scooters, aan operatie. Om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat wij alles kunnen leveren wat er gevraagd wordt. Ja, hoeveel scooters hebben jullie eigenlijk nu operationeel in Nederland? Dat zijn er een paar duizend. Er staan ook een paar duizend in Duitsland. En we willen snel uitbreiden. Ook België zijn we actief in Brussel. Dat is echt mooi om te zien. En dat groeit exponentieel. En we willen uiteindelijk marktleider van Europa worden. En daar zijn we goed op weg. Ja, top. En hoe kies je dan een land in Europa? Ja, dat is eigenlijk een mooi proces. Daar hebben we ook een intern team voor. Waar eigenlijk mensen uit verschillende afdelingen aan bijdragen vanuit een expertise. Er zijn er heel veel factoren die we meenemen. Ik kan niet helemaal in details gaan. Maar we krijgen eigenlijk per stad, wat is de aantrekkelijkheid? Hoe groot is het? Hoeveel inwoners? Hoe is de match met ons product? Maar ook bijvoorbeeld, hoe is de infrastructuur? Hoe is het weer? Is er een bepaalde specifieke regelgeving waarbij we moeten opletten? Is er bijvoorbeeld een andere speler al actief in deze markt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? En zo proberen we eigenlijk al die factoren mee te nemen om zo goed mogelijk beslissing te maken. Eigenlijk per stad, of we daar een mooie match zouden hebben met ons product. Mm-hmm. Ja, dus echt hyperlokaal als ik het zo hoor. Dus het gaat niet eens over een introductie naar een land, maar meer een introductie bij een streek of zelfs een stad, als ik je goed begrijp. Ja. Ja, en je zei net, je hebt een paar duizend in Duitsland rijden. In welke steden zitten jullie dan als eerste? Ja, dus dat is Hamburg, Düsseldorf, Berlijn en nu ook Aachen. Dus ook wat kleinere steden kijken we naar. En daar zien we ook een enorme aansluiting met de doelgroep. Dan zie je inderdaad dat er veel verschillende patronen zijn hoe mensen rijden. En dat is superleuk om te zien dat het ook in al die verschillende steden. Want je kan natuurlijk voorstellen dat de cultuur in Hamburg en cultuur in Berlijn vergeleken met een kleine stad of een grote stad heel anders is. Maar dat het eigenlijk overal wel aansluit en dat onze gebruikers ons weten te vinden. Ja. Heb je misschien een soort van grappig verhaal? Want ik kan me zo voorstellen dat mensen op soms hele rare dingen met zo'n scooter doen. Hè? Dat ze in een hele andere stad terechtkomen. Of dat er gewoon hele bijzondere dingen gebeuren. Heb je toevallig een verhaal waarvan je denkt, nou, dat hadden we nooit verwacht, maar dat vonden we wel, daar kwamen we laatst achter bijvoorbeeld? Ja. Nou, een voorbeeld is wel dat een klant bijvoorbeeld een scooter pakt in Scheveningen en helemaal langs de kust rijdt naar een andere kustplek. Dus die dan echt over het strand? Nou, dus echt langs het strand. Niet over het strand, maar langs het strand. En echt de tijd neemt om te genieten van de rit. En dan uiteindelijk echt een paar uur meeneemt op een soort van kusttocht.
Ja, dat is toch iets waar je in eerste instantie niet per se aan denkt. En ik toch wel meer gericht op pad gaan binnen onze steden en ook wel van stad naar strand, maar niet echt wat langere toeren. Uiteindelijk is de range ver genoeg om ook wat langere toeren mee te nemen. Het is wel leuk om dat gedrag ook te zien. Hey, en als je dus inderdaad zo'n hyper lokale rollout doet, hè, per land of per stad, hoe zorg je dan ook dat de marketing ook heel erg lokaal relevant is? Ja, nou ja, dat is ook een leuk iets om te delen. We hebben eigenlijk verschillende activiteiten in onze planning staan. Een deel is global, dus dat is bijvoorbeeld echt seizoensgerelateerd, feestdagen, grote internationale dagen, waar wij eigenlijk activatie en communicatie op doen. Maar ook lokaal zijn we daarmee bezig. En dat is echt verschillend per stad. Bijvoorbeeld de Marathon in Rotterdam, de Pride in Amsterdam. Maar dat kunnen ook lokale ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld een staking van openbaar vervoer of een tunnel die dicht is. Waar we dan op in proberen te spelen en daar mensen eigenlijk willen informeren van de oplossing die wij aanbieden. Als er om een andere reden een goede reden is om op de scooter te stappen. Of omdat bijvoorbeeld andere mobiliteitsoplossingen helaas een beperking hebben. En dat doen we soms ook in samenwerking met bijvoorbeeld gemeentes. Dus dat kijken we naar, als deze tunnel dicht is, hoe kunnen we dan voor zorgen dat mensen die van punt A naar punt B gaan, waar ze eigenlijk normaal door de tunnel zouden gaan, hoe kunnen we daar dan een voordeel aan bieden en zorgen dat ze op de hoogte zijn van die oplossing die wij aan kunnen bieden. Ja, super slim. Dus echt heel specifiek. En heb je ook wel eens een leuk voorbeeld, anekdote over een land- of stadlancering die eigenlijk heel anders liep dan verwacht? Ja. Nou ja, dat is eigenlijk meer een algemene observatie. Ik denk dat heel veel van deze lanceringen, gecombineerd met commercie, externe factoren, operatie, lopen altijd iets anders dan verwacht. De ene lancering die valt eigenlijk mee, de andere valt een beetje tegen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om de juiste voorbereidingen te treffen, zodat alles zo goed mogelijk volgens plan verloopt. Maar het meest belangrijke is eigenlijk, denk ik, in de opvolging daarvan. Dus zorgen dat er goed wordt gekeken naar hoe reageren mensen op het aanbod. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook de data gebruiken en bij kunnen sturen en echt flexibel om kunnen gaan met wijziging van het aanbod en de product market fit. Dus we kunnen bijvoorbeeld kijken dat we bijvoorbeeld heel veel app opens zien in een bepaalde regio, dat daar blijkbaar servicegebied nodig is en waar we bijvoorbeeld dachten dat er heel veel vraag zou zijn, dat misschien toch een beetje tegenvalt. En zo proberen we eigenlijk zo snel mogelijk na een lancering weer bij te schaven en te optimaliseren naar de realiteit. Want de realiteit is altijd anders dan modellen en plannen die gemaakt zijn. En daar flexibel mee omgaan, data gebruiken en expertise gebruiken is eigenlijk de oplossing om ervoor te zorgen dat, want eigenlijk kunnen we bijna altijd van uitgaan dat het wel iets anders gaat zijn dan vooraf ingeschat. En daar de juiste manier inspelen is eigenlijk de belangrijkste stap. Ja, want je moet als organisatie echt heel agile werken, want je hebt natuurlijk met zoveel verschillende factoren te maken. Niet alleen gewoon het aanbod en van de scooter zelf en de noodzaken in een specifieke stad, maar ook nog eens keer het weer. Dus je product is natuurlijk niet altijd de facto, werkt altijd of is altijd aanwezig. Dus ik kan best voorstellen dat jullie ook je customer success afdeling bijvoorbeeld een flinke afdeling is. Nee, wij proberen eigenlijk binnen een minuut bereikbaar te zijn. Want als je naast een scooter staat en hij gaat niet uit, of er is iets aan de hand, of er wordt iets niet begrepen, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk iemand aan de telefoon hebben die je verder kan helpen en die je kan ontzorgen om ervoor te zorgen dat je weer verder kan met je reis. En wij interacteren ook vrij veel met onze CS-afdeling. Dus dan kunnen we ook kijken van wat voor feedback komt er uit de klantkanalen. Ook met implementatie van nieuwe campagnes informeren wij zij ook weer. Dus dan weten ze eigenlijk wat is er precies gaande. En dan kunnen ze ook heel gericht een antwoord geven. En dan kunnen wij ook weer nieuwe informatie eigenlijk uit de markt ophalen via CS. Om te weten wat er speelt. En als er bijvoorbeeld iets onduidelijk is, kunnen we dat ook weer doorvoeren in de app, in de communicatie. En ervoor zorgen dat eigenlijk wij zo goed mogelijk naar de klant communiceren. En de klant ook zo goed mogelijk naar ons kan communiceren. Ja, helder. Hey, en jullie team hoofdkantoor zit in Nederland, hè? De eerste grote lanceermarkt ook. Vertel eens even iets over het aantal medewerkers en hoe jullie dan bijvoorbeeld ook vanuit zo'n Nederlandse HQ dan ook je andere landen aan het neerzetten bent. Ja, we zijn nu met meer dan 400 man. Dus dat is flink gegroeid en we hebben kantoren ook lokaal zitten. Daarnaast hebben we ook operationele warehousing, verschillende locaties door Nederland, Duitsland en België. Dus ook daar aan de operationele kant proberen we natuurlijk lokaal aanwezig te zijn en lokaal mensen aan te trekken. Sommige dingen worden vanuit het hoofdkantoor ingericht. Dus denk bijvoorbeeld aan data, aan IT, finance, dat soort zaken. Maar ook lokaal hebben we expertise zitten om ervoor te zorgen dat wij zo dicht mogelijk bij de klant staan. Dus lokale sales managers, lokale marketing managers.
ja, die echt dicht op de bal zitten, goed de cultuur begrijpen, goed de markt begrijpen en ook bijvoorbeeld de infrastructuur van bepaalde steden ja, toch iets beter kennen dan vanuit een hoofdkantoor. En zo willen we eigenlijk een beetje de balans te behouden tussen schaalvoordelen en dingen die we centraal kunnen oppakken en ook lokaal goed genoeg en dicht op de bal kunnen zitten. Hallo luisteraars van Hello Masters. Jeroen de Bakker hier. Vanaf het begin ben ik bij Hello Maas betrokken als adviseur. Daarnaast heb ik samen met SWOC, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie, de podcastreeks GIEP ontwikkeld over het ontstaan van de reclameindustrie in Nederland en merkdenken. Een interessant verhaal aan de hand van het zakelijke leven van reclameman, ondernemer en wetenschapper GIEP Fransen. Beluister de eerste Airborne Original GIEP op je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier. Hey, jij geeft ook advies aan start-ups. Heb jij bijvoorbeeld op basis van je rijke ervaring een paar tips voor start-ups, misschien die nog wat earlier on zijn in hun journey, ja, over wat ze vanuit de marketingdiscipline nou het beste kunnen aanpakken en vooral op het gebied van B2C, want die verandert natuurlijk ook nog eens een keertje heel vaak. Nee, er zijn wel een aantal dingen die ik vaak fout zie gaan. Ik denk een van de dingen is, je kan het marketingbudget maar één keer uitgeven. En vaak zie je dat mensen toch heel erg trots zijn op een product en het zo snel mogelijk naar de markt willen brengen en groei willen realiseren. En ook vaak omdat misschien targets zijn gesteld door investeerders. Maar daar is mijn advies wel echt van begin met conversie, begin met het bekijken van waar klanten op landen. En of dat converteert, of je product market fit goed is, et cetera, voordat je eigenlijk je marketingbudget gaat uitgeven. Maar je kunt het maar één keer uitgeven, want als je acquisitie en je conversie dan een stukje hoger is, dan heb je daar veel meer rendement van. Dus dat is in ieder geval de eerste tip. Een andere tip is denk ik, onderschat het verschil van land tot land niet. Als iets in Nederland werkt, en als het geen garantie voor een andere markt. Dus veel landen lijken misschien op elkaar op de oppervlakte. Maar zijn er toch in de diepte en in de achtergrond toch andere factoren die een rol spelen? En wees daar scherp op. Betrek iemand die ook lokaal de cultuur kent. Om die fouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat je eigenlijk goed genoeg je product of dienst aanpast naar de lokale behoeftes. Dat is vooral met Duitsland, denk ik, om even in te springen. Want heel veel van Nederland denk ik, Nederland zijn gewoon de aardige Duitsers. Hè? Dat wordt er wel eens in de wandelgangen zo gezegd. Maar in principe is het allebei hele professionele omgevingen. Maar toch zijn het cultureel gezien wel echt hele andere landen. En vooral ten aanzien van de appetijt om nieuwe dingen te proberen. Heb je misschien één of twee dingen juist in die go-to-market op het gebied van marketing waarvan je denkt, dat zijn wel interessante insights? Ja, nee, zeker. Ik denk dat Duitsland een hele mooie markt, een grote markt. Lijkt natuurlijk ook relatief op Nederland. Maar het wordt inderdaad wel vaak onderschat dat het een soort van Nederland 2.0 is met een grotere afzetmarkt waar we makkelijk kunnen uitrollen. Daarbij wordt bijvoorbeeld de Duitse markt wil heel graag in het Duits toegesproken worden. Dus Engels is daar toch minder succesvol. Dus je wilt echt mensen in het Duits benaderen, communiceren in het Duits en ook bijvoorbeeld de CS-afdeling in het Duits hanteren. Zodat mensen echt comfortabel in hun eigen taal kunnen interacteren met het bedrijf. Iets anders wat een hele grote rol speelt, bijvoorbeeld privacy en bijvoorbeeld payment methods. Dus bijvoorbeeld PayPal is groot. Neem dat vooral mee als je een product of dienst aanbiedt in de mix van oplossingen op betaalgebied. Maar ook bijvoorbeeld privacy. Dus er zijn echt wel belangrijke punten dat er moet, of veiligheid in dat opzicht ook. Zorg dat dat goed op orde is, dat er genoeg informatie te vinden is op dat soort punten. Ja, waar Nederlanders toch iets minder op letten. En waar Nederlanders ook veel meer comfortabel zijn, bijvoorbeeld de Engelse taal. Zo dicht mogelijk op die markt zitten en je product of dienst daarop aan te passen. Ja, helder, helder. En je had nog een laatste tip, volgens mij, voor start-ups in het algemeen. Zeker. Dat is eigenlijk, komt er terug op wat ik al eerder benoemd heb. Doe genoeg validatie op de product market fit. Maar kies ook vooral een markt die mee zit. Ik denk dat het altijd heel sterk is om first mover te zijn. Dat was Felix ook in Nederland. Maar zorg wel dat de markt mee zit, dat je niet te vroeg bent. Er zijn talloze internationale verhalen van nu succesvolle bedrijven. Of die eigenlijk hetzelfde concept hadden als nu succesvolle bedrijven. Die net te vroeg waren, dat net de infrastructuur niet goed genoeg was. Dat de technologie nog niet klaar was. Die eigenlijk een briljant concept hadden, maar te vroeg waren of simpelweg de markt niet mee hadden. En doe daar ook genoeg onderzoek naar. Vroeg zijn is altijd goed, maar te vroeg is schadelijk. En als de markt tegen zit, dan is het toch een stuk moeilijker om te gaan groeien.
Ja, helemaal helder, helder. Hey, laten we even wat deep dive op je marketingteam, hè? Want je hebt een team van iets van 12, 15 mensen. Wel. Ja. En kun je even iets vertellen meer over de skillsets die je team hebt en ja, waar je prioriteiten legt? Ja, dus zoals ik al eerder benoemde, bestaat eigenlijk het CRM, performance marketing en brand. Dus daar zitten Ja. heel veel creatieve vaardigheden in voor het bedenken van ja, campagnes. Maar ook bijvoorbeeld het uitrollen van campagnes, het structureren van projectmanagement, het designen van mooie assets. We gebruiken ook een flexibele schil voor copywriting, maar ook bijvoorbeeld voor video. Dus daar zorgen we ook dat er echt op specialistisch niveau naar gekeken wordt. Want bijvoorbeeld copywriting is echt een vak apart. Maar ook bijvoorbeeld videografie en het maken van creatieve assets is echt ja, een skillset die je moet hebben. Ja. We hebben ook iemand die op performance zit, dus die is echt aan data bezig, bijsturen. Die kan echt heel diep gaan op ja, campagnes, analyses en zit ook heel dicht op alle metrics. Ook CRM, dus daar kijken we bijvoorbeeld per onderdeel, dus top funnel, echt mensen overtuigen om de eerste keer te gaan rijden. En lower funnel, zorgen dat mensen blijven rijden en weer terugkomen als ze een tijdje niet gereden hebben. Wat we ook Ja. echt meenemen, dat het toch een ander soort overtuiging moet zijn dan ja, de andere delen van de funnel. En daar valt monetization ook onder. Dus echt het bepalen van prijsstrategie wordt in dat opzicht natuurlijk ook op de juiste manier gecommuniceerd. Weten we ook zo dicht mogelijk bij de klantbehoefte zijn wat mensen nodig hebben vanuit het prijspunt. Dus dat is Ja. ontzettend leuk om mee te nemen. Wat daar heel erg belangrijk voor is, denk ik, is dat iedereen zijn eigen specialisme heeft. En dat er ook een divers team staat. Dus in dat de balans. Man, vrouw, specialisme, achtergrond, leeftijd. Ja, daar wil ik echt wel ja, sterk in zijn en zeggen dat we daar een mooi team in bestaan. Wat ook echt zorgt dat je geen, of in ieder geval veel minder bias hebt en een veel Ja. duidelijke visie hebt die veel dichter bij de waarheid komt door die diversiteit. En zeker als je internationaal opereert, is ook hebben van internationale mensen op een hoofdkantoor scheelt heel erg om niet vanuit een Nederlands perspectief, maar vanuit een internationaal perspectief een strategie te bepalen en uit te kunnen rollen. En daar ook een splitsing te hebben in wie sterk creatief is, in wie juist heel gestructureerd is, wie vindt het leuk om in hokjes te werken en tijdsplanningen te maken, en wie wil je van de ruimte geven om creatie te doen. Dat is denk ik Ja, het super. belangrijkste. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, die diversiteit is echt, echt belangrijk. Vooral niet bij Absoluut. een product dat natuurlijk iedereen kan gebruiken. Maar je ziet ook de data is ja, onverdeeld positief. Dat, ja, dat soort teams ook gewoon beter performen. Absoluut, Dus ja. ja, leuk. Hey, je gaf net even aan al dat je met een flexibele laag werkt. Nou, wij vinden het als helemaal heel leuk om jullie daarbij te helpen. Kun je nog iets meer vertellen over nou ja, jouw algemene strategie over zo'n hybride team, hè? Wat kies je ervoor om echt bewust in-house te doen? En wat zeg je van, nou ja, dat zijn echt skills waarvan ik denk, die kunnen we ook prima buiten de deur hebben. En wat is dan zeg maar een beetje ja, de business case bijna voor jou daarachter of de rationale? Nou, ik denk dat het een beetje verschillende redenen kan hebben. Het kan zijn een soort van time to market. Dus bijvoorbeeld als wij Franse copy nodig hebben en zelf geen Franse copywriter hebben. Ja, dan is het hebben of inschakelen van een externe persoon die daarbij kan springen. En verhoogt echt de time to market. Dat je niet zelf iemand hoeft aan te nemen, hiren. En kun je gewoon vertrouwen op het selectieproces van de externe partner. Dus dat is denk ik Ja. een van de redenen die heel erg meehelpt. Een ander punt is natuurlijk, wij werken in seizoenen. We hebben een hoog seizoen, we hebben een laag seizoen. En de werkdruk is daar gewoon echt anders in. Dus we zien gewoon dat tijdens het hoogseizoen zijn we gewoon veel aan het communiceren. En hebben we gewoon een veel hogere werkdruk. Waarbij we dus ook externe support nodig hebben. En dat kan zijn inderdaad op copywriting, maar bijvoorbeeld ook op het aanmaken van campagnes of het analyseren van resultaten. En dat het heel prettig is om in de seizoensgebondenheid, ja, die pieken op te kunnen vangen, maar dat je geen overcapaciteit hebt in het laagseizoen. En dat is denk ik een hele mooie balans, gecombineerd met die time to market, om daar een ja, echt een mooie balans in te hebben in in-house en extern. Natuurlijk heb je Ja. ook heel veel strategische rollen waar je wel wil dat iemand langer termijn bij een bedrijf zit en in-house zit. Om ook alle Ja. nuances van meetings, van interactie, van op kantoor zitten mee te krijgen. En dat daarmee ook de kwaliteit van het bepalen van een strategie en het verder uitrollen van een meerjarig plan eigenlijk ook wel belangrijk is. Dus dat is een beetje de balans, denk ik, tussen intern en extern en hoe we daar ja, bij verder mee omgaan. Ja, helder, helder. Hey, en wat doe jij als leider om je team geïnspireerd te houden? Ik kan me best voorstellen dat de druk is hoog, hè, zo bij elke start-up en vooral als je in die growth mode bent. Maar uiteindelijk is natuurlijk creativiteit heeft ook vaak te maken met productiviteit. Dus hoe Absoluut. zorg je er toch voor dat je die mooie balans vindt? En wat voor inspiratie lever jij als leader of the pack? Ja, dat vind ik een heel leuk onderwerp. Dat zijn eigenlijk denk ik, ja, verschillende onderwerpen die daar een rol in spelen. Ik denk dat ja, een van de eerste dingen is denk ik een haalbare, maar uitdagende doelstellingen zetten. Een ja, missie, een visie.
Ook op lange termijn weten van waar werken we naartoe? Waarom bestaan we met Felix? Wat dragen we bij aan de samenleving? Dingen als duurzaamheid, mobiliteit, inclusiviteit. Dat zijn mensen waar, onderwerpen waar mensen zich wel echt voor in willen zetten. En dat merk je dus echt dat als het haalbaar maar uitdagend is en ook een soort van lange termijn toegevoegde waarde aan de samenleving, dat dat echt mensen kan inspireren. Dan het tweede onderwerp is echt persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat stimuleren, faciliteren en zorgen dat mensen kunnen doorgroeien binnen het bedrijf, maar ook bijvoorbeeld naar andere afdelingen. Om ervoor te zorgen dat daar echt progressie is op persoonlijk niveau. Zodat er zowel op bedrijfsniveau een doelstelling is, maar ook binnen persoonlijke ontwikkeling en doorstromen van mensen. Een belangrijk aspect daarnaast is nog denk ik sociale activiteiten. Dat kan gelukkig na corona weer echt het face-to-face zien, activiteiten doen, teambonding, maar ook bijvoorbeeld waardering. Expliciet uitspreken en mensen echt bedanken voor hun inzet die ze geleverd hebben voor het team. Ja. Het team is daar natuurlijk ook een heel belangrijk component voor. Dus een open werksfeer, een cultuur waarbij we allemaal naar hetzelfde doel toe werken, waar we open met elkaar communiceren. En dat is eigenlijk het laatste puntje waar ik het graag over zou willen hebben, is zeg maar structuur. Ik denk dat structuur heel erg faciliteert, heel erg zorgt dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Wie is de echte owner, wat zijn de deadlines, alles staat op papier. Dus dan kun je dat ook veel makkelijker opvolgen zonder dat mensen zich persoonlijk aangevallen voelen. En ook echt momenten inbouwen in die cadans om feedback te kunnen geven. Dus we werken zelf in 2-weekse sprints. En aan het einde van elke 2 weken hebben wij een retrospective waar we ook echt kijken op zowel proces. Wat kunnen we nou beter doen? Wat ging goed? Wat nemen we mee in de volgende sprint? En dat helpt gewoon heel erg dat mensen hun mening open kunnen delen. En dat ook heel erg feitelijk wordt overgebracht. Om te zorgen dat eigenlijk de frustratie zo laag mogelijk is. De motivatie zo hoog mogelijk. En daarmee echt samen toewerkt naar zowel een doel voor het bedrijf als een doel voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Ja, helder, helder. Werk je ook met OKR's? Ja. Ja, zoals, zoals ik al zei, een seizoensgebonden bedrijf. Dus wij verdelen eigenlijk het jaar in 3 seizoenen. En hebben eigenlijk per seizoen hebben we OKR's die we weer eigenlijk op bedrijfsniveau implementeren. En dan ook per afdeling een soort van doorcijpelen naar de subteams ook weer. Dus zo zorgen we ervoor dat we eigenlijk voor het hele seizoen weten wat is het bedrijfsdoel, wat is het afdelingsdoel en wat kan daar iedereen individueel aan bijdragen. Oké, helemaal helder, helemaal helder. We hebben ook altijd wat vragen vanuit onze community. Wij produceren deze podcast ook samen met Frank Watching. Leuk. En er kwam een leuke vraag uit ter voorbereiding van Jonas van der Poel. Die zegt ook, ik lees even de vraag voor, dan weet ik zeker dat ik hem goed stel. Felix heeft ook een B2B offering. Dat is een hele andere marketingspel dan wat er natuurlijk in B2C nodig is. Absoluut. Kun je iets vertellen over die B2B marketingstrategie en hoeverre wordt die ook geïnformeerd of wellicht geïnspireerd vanuit je B2C tactieken? Ja, nou, een hele leuke vraag. Ik denk dat er veel overlap is tussen B2C en B2B, maar ook hele duidelijke verschillen zijn. We werken heel erg nauw samen met het B2B team. Het is wel een heel ander spel inderdaad. Bij B2B gaat het veel meer om het vinden van de juiste klanten, waarde bieden. Veel meer custom en ook het hele proces doorlopen, wat ook doorgaans ook wat langer duurt dan bij B2C. B2C is toch meer awareness bouwen, zorgen dat mensen converteren en echt zorgen dat het klantbestand overtuigd is met one-to-many in plaats van one-to-one. Binnen dat B2B stuk proberen wij sales enablement te doen, awareness op te bouwen, materialen aan te leveren, zorgen dat de website goed staat, dat soort dingen. En de B2C-rol speelt hier denk ik wel degelijk een rol, omdat je natuurlijk wel merkt dat het merk zelf en de toegevoegde waarde heel erg overeenkomt. Maar toch is het product wel iets anders. Omdat de use case voor bedrijven is toch een stukje anders. Ik denk dat een mooi voorbeeld daarin is bijvoorbeeld bezorging. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat wij nu vanuit de B2B kant ondersteunen. Dat kan eigenlijk op 2 manieren. Echt dedicated mopeds. Maar het kan ook zijn dat wij bijvoorbeeld piekmomenten opvangen. En dat is natuurlijk heel mooi als daar al in de stad rijklare voertuigen klaarstaan om die pieken op te kunnen vangen. Maar dat is toch wel een ander proces, omdat je veel meer naar de behoeften van de klant jezelf aanpast. Het proces is iets trager, maar daar komt natuurlijk wel veel van het B2C-stuk doorheen. Omdat je natuurlijk wel hetzelfde merk bent, dezelfde waarde eigenlijk uitstraalt naar de B2B-klanten toe. Ja, helemaal helder. Gebruik je dan bijvoorbeeld ook tactieken als account-based marketing om in het B2C-domein door te komen? Ja, zeker. Dus we kijken echt van wat vinden wij mooie merken, mooie partijen, waarbij wij denken dat ze op zowel waardeniveau als op product- en service-niveau goed aansluiten.
En dan proberen we die te bereiken. Maar ook bijvoorbeeld met content marketing, met social media. Echt te zorgen dat wij zo dicht mogelijk bij die klant staan. En ook echt waarde kunnen toevoegen aan de bedrijfsvoering van de specifieke bedrijven die wij in scope hebben. Ja, helemaal helder. Nou, als laatste sectie willen we nog even wat rapid fire questions met jou afstemmen. Ja. Wat is jouw favoriete social media kanaal? En overigens, deze vragen kun je persoonlijk of vanuit Felix beantwoorden. Maar misschien wel leuk als je dat eventjes toelicht. Ja, nee, zeker. Ik denk dat het favoriete kanaal is LinkedIn. Ik denk dat het toch voor mij persoonlijk de meeste waarde toevoegt. Veel connecties, uitnodigingen, partnership verzoeken. Dat heeft echt wel veel waarde toe. En dat is ook wel leuk om daar echt nieuwe mensen op te ontmoeten. Waar denk ik andere kanalen ook wel meer zijn op de bestaande community van het initiatief. Ja, helemaal helder. En welk marketingkanaal zet je het liefst in? Dat is eigenlijk denk ik toch wel search. Het hangt een beetje vanaf voor welke reden. Search is denk ik, komt het dichtst bij de klantbehoeften en kan dus het meeste inspelen op waar mensen daadwerkelijk naar op zoek zijn. Aan de andere kant denk ik ook wel een stukje social media. Bijvoorbeeld Instagram, omdat het toch een stuk visueler is. Dus aan de creatieve kant kun je daar toch veel meer je ei in kwijt. Maar dichter bij de klant zijn is echt wel search. Ja, mooi. Mooi antwoord. Je hebt al veel over tooling gesproken. Hè. Er zijn ontzettend veel marketing tools. Heb je ook een favoriete tool? Of weet ik, nou, dat heeft echt mijn, bijvoorbeeld mijn automation enorm verbeterd. Ja, een tool die ons heel erg helpt is Amplitude. Dus dat is echt product analytics. Waarbij we echt kunnen kijken wat voor gedrag vertonen onze klanten nou precies. Wat ons heel erg helpt in de besluitvorming. En ook te kijken, van, ja, werkt het wat we doen of werkt het niet? En dat is echt een tool waar we veel gebruik van maken. Ja, helder. Wat vind je de belangrijkste skill dat een marketeer in 2022 zou moeten beheersen? Ik denk inlevingsvermogen in de klant. Een begrip van het product. En eigenlijk de match die we vanuit het product geven aan de klant. Dat is denk ik de belangrijkste vaardigheid voor een marketeer. Want als je dat begrijpt, dan kom je van nature denk ik al uit op de juiste marketingtactieken, de juiste communicatie, de juiste kanalen. En biedt dat echt een goede fundering voor een marketingstrategie. Ja, helder, helder. Wat vind je de beste content van de afgelopen maand? Dat is geïnspireerd heeft. Dat design is een website die ik laatst tegen ben gekomen. Dat is eigenlijk storytelling, kennisdeling op een storytelling niveau. Bijvoorbeeld het gaat over MBS, jobs to be done, onboarding, maar echt met hele concrete en visuele voorbeelden, waardoor een redelijk complexe materie eigenlijk heel makkelijk te begrijpen is en ook in redelijk korte termijn echt tot de kern komt van de inzichten, waar veel tijd in geïnvesteerd wordt vanuit de kant van het platform, wat voor de lezer eigenlijk heel licht is om te verteren en echt mooie inzichten uit te krijgen. Dat is eigenlijk een must-have voor iedere marketeer om daar eventjes goed in te duiken. Ja, zeker. Helder. Growth.design. Ja. Helemaal top. Wat vind je zelf een inspirerend merk? Nike. Ik denk dat het wel echt een mooi ondernemersverhaal is. Ook hun groeistrategie is interessant. Door echt het aanspreken van atleten en daarmee de markt te betreden. Het is natuurlijk ook een iconisch merk, gedesigned voor een paar tientjes. Ook de merknaam zit een mooie achtergrond achter. Ik geloof dat het de Griekse godin is van de overwinning. Dus een combinatie van niet bang zijn van statements, een soort van iconisch merk opbouwen. En echt een ondernemersverhaal met creatieve groeistrategieën. Vind ik wel echt een mooi inspirerend verhaal. En ook een inspirerend merk. Super. Nou Gijs, we zijn in no time vaart met een enorme informatiehoogdichtheid. Door zowel jouw carrière, jouw visie op het marketingvak. Wat gebeurt er allemaal bij Felix qua go-to-market? En ook nog eens een keer een paar mooie rapid-fire questions. Ja. Ik wil ontzettend bedanken voor je openheid, transparantie om heel veel mooie zaken te delen. Ik wil je heel veel succes wensen met de snelle groei. En wellicht zien we elkaar weer op de scooter snel. Ja, helemaal goed. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Superleuk om je te dagen. All right. Dankjewel. Fijne dag. Hartstikke bedankt.